Los dat het een prachtig pand is, koken wij hier ook heel erg duurzaam. We houden rekening met de korte keten. We eten zoveel mogelijk plantaardig of we koken zoveel mogelijk plantaardig hier. Dat betekent niet dat we helemaal geen dierlijke producten gebruiken, maar 20%. Dus 80% is noten, fruit en zaden. En 20% is een ruimte voor dierlijke eiwitten, waaronder deze prachtige polderkoeienkaas. Die komt gewoon uit de polder hier. Maar we hebben ook van die pareltjes, net zoals deze quinoa. En hiervan ga ik een heerlijke salade maken. En wat heb ik dan een geluk dat ik in een pand van de provincie sta en binnen de provincie Flevoland woont. Want dit komt gewoon uit de provincie Flevoland. Ik ga hem vast koken. Het leuke is dat binnen Foodform we heel vaak werken met seizoensgebonden producten. Dat betekent dat we een prachtige kaart hebben van het seizoen. Maar ook willen we daar wel eens van afwijken. Als ik bijvoorbeeld te veel pompoenen heb ingekocht. Dat kan, hè. Ook ik maak wel eens een foutje met te veel pompoenen. Dan zorg ik ervoor dat ze allemaal opkomen. Nou, ik vind het sowieso prachtig en smaakvol. Dit is nou typisch een voorbeeld van een gerecht van een menu van de toekomst. Super, hè?